De melkcentrale Paramaribo tracht de productie van melk voor de samenleving zoveel als mogelijk te garanderen. De verhoging van de opkoopprijs voor rauwe melk moet ook in dit kader gezien worden. Om de productie verder op te voeren, zullen er melkkoeien worden geïmporteerd. Directeur Deo Kumar Sitaram zegt dat er in samenspraak met het ministerie van Sociale Zaken speciaal voor zwakke huishoudens een subsidie op melk komt. De prijzen zijn ingaande dinsdag 27 december jongstleden ingegaan. De rauwe melkleveranciers, onze melkboeren, hadden al maanden terug aandacht gevraagd dat wegens verhoging van hun inputprijzen ze niet meer uitkwamen op die oude prijs van 14 SRD. En die prijzen zijn per dinsdag 27 jongstleden, wat ik zei, ingegaan. En die is verhoogd naar 17,50. Daarnaast betalen we voor transportkosten ook 1 SRD, waarbij onze kostprijs voor rauwe melk rond de 18,50 zit. De verkoopprijzen zijn ook aangepast naar het niveau van 27,50. Consumentenprijs, maar natuurlijk de groothandelsprijs is stukken lager dan dat. Dat is ergens tussen de 24 en 25 is dat. En wij moeten al onze kosten zien te dekken tussen die marge. En dat is ook heel erg moeilijk. Onze kosten zijn ook de afgelopen periode behoorlijk gestegen. Waaronder brandstofkosten, de nutsvoorziening, de koersen zijn drastisch gestegen. Waardoor wij ook genoodzaakt zijn om onze prijzen aan te passen. Ik wil u garanderen dat melkcentrale nu uit is op winstmaximalisatie. Wij zijn al tevreden als we vooral bij melk, als we op een break-even prijs kunnen werken. En dat is nu ook het geval, waardoor wij met de bescheiden winsten die we op onze bijproducten maken, dat wij daarmee proberen om onze investeringen van de toekomst veilig te stellen. De boer heeft ook kosten voor zijn boerderij. En een van de belangrijkere kosten voor de boer is de kost van bijvoorbeeld krachtvoer. Die is behoorlijk gestegen. Maar brandstofprijs die steeg. De boer heeft tractoren, heeft melkmachines, nutsvoorzieningen. Dus dit alles heeft gemaakt dat ook hun kosten behoorlijk zijn gestegen. U gaf aan dat 1 liter melk nu rauw melk kost 18 SRD. 17,50 plus 1 SRD, 18,50 betalen wij. De boer krijgt 17,50 en 1 SRD is voor transport. Op dit moment de melklevering is circa 2 milliliter op jaarbasis. Dus het fluctueert tussen de 4 en de 6.000 liter per dag. Absoluut, we zijn erg blij met dit initiatief dat de overheid voornemens is om melkkoeien te importeren. Omdat dat op termijn dan wel zijn impact gaat hebben dat de melkproductie gaat stijgen en dat wij meer rauwe melk kunnen ontvangen en dan minder afhankelijk zijn van buitenland. En ik denk dat het beter is dat wij als volk, als natie, zelfvoorzienend moeten zijn en niet vooral voor melk afhankelijk moeten zijn van het buitenland. Wij hebben een lijst van het ministerie van Sociale Zaken van de minder draagkrachtigen, de sociaal behoeftigen. En conform die lijst gaat verkocht worden. Maar ik heb recent een gesprek gehad met een medewerker van het ministerie. En ik heb ook gevraagd dat veel mensen contact hebben gemaakt met ons om in aanmerking te komen. En die mensen heb ik verwezen naar het ministerie van Sociale Zaken. Dus ik neem aan dat er een updated lijst gaat komen naar ons. En dat de mensen die nog behoefte hebben om op die lijst te komen, dat zij dan contact maken met het ministerie van Sociale Zaken. De mensen die op de lijst van het ministerie van Sociale Zaken voorkomen, komen in aanmerking voor een lager prijs alleen voor volle melk. In dit geval, in plaats van 27,50, gaat men 22,50 betalen. Alle andere prijzen zijn dan ongewijzigd. Ze betalen een lager prijs alleen voor volle melk. Als men via het ministerie van Sociale Zaken op de lijst kan komen, kan hij in aanmerking komen. En wat is de prijs die zij zullen betalen? Zij zullen dan 5 SRD minder betalen, 22,50 per liter melk. Dat is gebonden aan een limiet. En het ministerie van Sociale Zaken bepaalt wat de weekbehoefte van zo'n gezin is. En afhankelijk van die behoefte gaan wij verkopen. Kijk, wat ik al eerder zei, wij zijn niet uit op winstmaximalisatie. Zelfs bij die prijsverhoging proberen wij de goedkoopste in de markt te zijn. En op basis daarvan verwacht ik nog steeds dat we marktleider zullen zijn.
Daar is eigenlijk geen beperking aan de prijs. De overheid bepaalt de prijs van volle melk. En in principe zouden we de prijs van halfvolle en magere melk hoger kunnen vaststellen. Maar dit keer hebben we het gelijk gehouden met de prijs van volle melk. Dus wij hebben yoghurt in een aantal variaties. We hebben de vlassoorten, we hebben de vloeibare dranken, onze chocamel, koffiemel en flevomel. Daarna hebben we papsoorten in 3 varianten ook. En we hebben onze salade en fruitbakjes ook. Nee, integendeel neemt de levering naar de melkcentrale af. En dat is ook de reden dat uiteindelijk de overheid heeft besloten om die melkkoeien te importeren. En kijk, als die melkkoeien er zijn, wat ik heb begrepen, dat men vaarsjes gaat importeren. Uiteindelijk gaan die paarsjes in productie na een bepaalde periode. En als ze in productie zijn, gaan wij dan ook hier merken dat wij dan minder melkpoeder gaan moeten importeren. Dus minder deviezen gaan moeten gebruiken. Is een heel positieve ontwikkeling. Kijk, Melkcentrale is opgericht om rauw melk op te kopen en te verwerken. Maar natuurlijk doordat die productie zo laag is en dat wij onze behoefte meer is dan het aanbod die we krijgen, zijn wij genoodzaakt om melkpoeder te gebruiken. Maar het beste zou zijn dat we uitsluitend op rauw melk werken. Met rauw melk volledig werken. En dat zijn we als land, als natie ook zelf voorzienend. Onderschat u dat niet, het is erg belangrijk. Men is nu bezig met de quarantaineruimte om die koeien op te vangen. En als het goed is, heb ik begrepen, eind eerste kwartaal, begin tweede kwartaal. Dus ergens april verwacht ik dat. Want dat gaat in fases gebracht worden. Niet dat in één keer alle 1500 gaat komen. Maar het aantal honden die gaat komen, kan al ergens in april aan feit zijn. Die import van die melkkoeien is juist geen demotivatie. Maar het is juist om de melkboeren te ondersteunen. Te ondersteunen in genetisch goed materiaal. Waarbij ze verzekerd zijn dat deze melkkoeien een bepaald productie kunnen halen. En dat ze daarmee ook hogere producties kunnen halen. Ze gaan meer kunnen produceren om te kunnen verkopen. Wat ik heb begrepen van medewerkers van het ministerie van LVV, dat als ik me niet vergis, het komt uit Zuid-Amerika. Zuid-Amerika. En belangrijk is dat deze ras opgewassen is tegen het klimaat van Suriname. En het geeft, als het goed is, tussen de 15 en 20 liter melkgif per dag voor een bepaalde lactatieperiode. We hebben veelal een verbastering, een kruising tussen de FH en onze lokale koeien. En die Girlando is een verbastering van ook die FH. Maar met een speciale ras van Brazilië. Ja. Hij lijkt op die Cebu, maar hij heeft wel een behoorlijke melkgif. Voor de consument? Ja. Kwalitatief melk met een behoorlijke vetgehalte en goede densiteit. En